allemaal en welkom hier op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Remers en ik zal zeggen, geniet weer van deze hele leuke vlog. Ik ga beginnen met mijn, hier, je ziet het hier al in de bovenhoek, de Q&A. We gaan al eens richting de teut. De vlog 1087, 9 reacties. Jo Klaas, op het eind kan het beter en waar is mondmasker? Nog altijd corona, denk ik dat dat is aan. Ja, maar in de natuur is het niet nodig als er geen bosjes staan van mondmasker verplicht. Dan doen we dat ook niet aan. Maar in de natuur, heb je dat daar echt nodig? Ja of nee? Laat het in de reacties weten. Timmy, wat vindt B ervan dat je haar bedriegt met Chris? Nu je alweer wandelt met haar. Kom aan, Timmy. Bea ligt nu bij haar thuis te wenen omdat je haar bedriegt. Of moet ik het Bea eens allemaal gaan vertellen? Kom aan, Timmy. Herpak je. Ik ga je één ding zeggen. Er gebeurt tussen mij en Chris niks. Bedoel tussen de lakens. Punt uit. Meer gaat er niet verder op in. Dan kan je opnieuw langs gaan, zegt Erik Palmers tegen Vlaamse Strijder. En dan Vlaamse Strijder tegen Erik Palmers. Ik ben niet bij Bea langs gegaan. Dimi heeft gewoon zelf een foto gepakt van dat huis en Bea van een random auto dat daar stond. Ik ben daar zelfs nooit geweest, at Sager TV. Oké, dat is goed. Erik Palmers, at Vlaamse Strijder. Oei, sorry. Dan heeft Dimi weer al eens gelogen tegen ons. Nee, er is een onderzoek gestart. Dan Erik Palmers, op 37 seconden, is een appel gezond? Kom aan, Timmy, dat je dat zelfs moest vragen. Ja, met dat wandelen soms, ja, dan denk ik van, oeh, ja, oké. Dan Emails Pro Viewport, Frider, dat is van Minecraft. Ah ja, deze heb ik wel eigenlijk allemaal eens voorgelezen. Emails Pro Viewport, uw audio is weer slecht op het einde, Timmy. Oké, ik kijk er wel, nu al crummetje er meer naar uit. Dat alles goed verloopt. Halfhand, waarom gaat Bea niet mee waddelen? Ik en Chris pak altijd redelijke lange afstanden. Dus afstanden tussen de 10 en de 20 kilometer. Dat kan jammer genoeg Bea nog niet te goed aan. Maar zij is wel aan het trainen. Daar ben ik wel echt heel, heel, heel blij om. Dan 1088, dan ben ik wel samen met Bea gaan wandelen. Wanneer nog eens de Q&A? Ik ben die nu aan het opnemen. Yo, Klaas, waar is uw mondmasker? Dat moet mijn mondmasker zijn. In die natuur heb je dat niet nodig. Is Bea weer boos op ons? Nee. 4.44. Jij houdt van de natuur, Dimi. Daarom dat je €300 aan naft opdoet elke maand en 30 minuten per dag onder de douche staat. Je zit zeker niet goed bezig. Ik sta vandaag niet onder de douche. Dus ik heb hier al water uitgespaard, 30 minuten lang. Iemand Prof U-Bot, 14.32. Uw verwarming heeft een geldsweekend aangestaan. En jij zegt dat je om het milieu geeft. Timmy, stop met dat praatjes. Je geeft er juist geen reet om. Ik hoop dat uw rekening op het einde van de maand onbetaalbaar is. Ik ga sowieso één ding zeggen. Ik ben het dus vergeten uit te zetten. Ja, maar iedereen kan dat eens gebeuren. Bij iedereen. Punt uit. Dan gaan we door naar de uitgebreide Q&A. Daar zijn 19 reacties op gekomen. 1089ste vlog was dat. Halfhand. Wil je als pretparken open gaan geen thuislapje doen, maar enkel echte beelden in Bobby Aland? Dat zou een topvlog zijn. Ja, ik ga ook... sowieso ga ik de achtbaan allemaal filmen. 1. Onride. 2. Ik ga ook wat random wat filmen. Zo ga ik ook off-ride attracties. En dan ga ik ook daar eens in spreken en al. En 3. Misschien ook nog wel eens kleine interviewjes met een paar attractiebediendes van Bobby Janland. Dat ik daar misschien ook nog wel eens iets kan lospeuteren. Ik wil mis, Dimi. Sommige mensen zeggen dat je moet stoppen met zingen. Maar AIB, doe verder. Dat maakt me steeds mijn dag. Het is zo integraal fijn om je zo blij en happy bezig te zien. Yay! Zingen integraal bij deze, de deze. Oké. Okay. Erik Palmes. Je hebt eens gezegd dat je op het Omicron ging, dat je naar de CGG bent gegaan. Je bent daar nu al naartoe gegaan, dus wanneer ga je eens een live in goofy kostuum op Omicron?
Dat gaat niet door, omwijl van, ik ga daar niet aan meedoen. Ik maak gewoon vlogs waar ik mij goed mee voel. Momenteel. En nu ben ik ook momenteel heel veel livestreams bezig op Twitch, op Facebook. Zoals ik die Geocasser en Flatout 2 ben ik nu aan het proberen volledig aan het uitspelen voor jullie. Ja, ik moet soms op de tijd letten. Erik Palmes, in een oude vlog zeg je dat je spaart voor een camera van 50.000. Is dit nog steeds je doel? Van 50.000 euro, dat is mijn doel niet meer geworden. Nee, omwille van zo'n camera, wat kan ik daar allemaal mee doen? Dan moet ik ook nog professioneel materiaal ook nog gaan kopen. Bijvoorbeeld ook nog een betere computer. Een betere computer. Dan ook programma's moet ik dan weer gaan aanschaffen. Nee, dus, dat ga ik dus laten. Zijn jij en PR van plan om een kind te kopen bij de ooievaar? Nee, maar er zijn wel kinderwensen. En wil je een jongen of een meisje? Als ik kon kiezen, liefst een jongen. Halfhand, als je Discord weg is, hebben Tamara en Mano dan geen job meer? Jawel, Tamara en Mano helpen mij nog altijd heel goed. Timmy, de muziek bij uw timeslapje staat te luid. Tegenover als je praat. Ik verschiet me altijd dood als de muziek begint. En als je terug begint te praten, versta ik weer niks. Oké, dan zal ik ook weer al meenemen. 8.50. Dimi, als je kucht, mag je niet gaan werken en, in deze tijd. Zeer gevaarlijk met de integrale coronavirus. Ik heb het al gemerkt. Ik kies Ties niet. Anders zou ik hem integraal zeggen dat hij moet stoppen. Trouwens, Dimi, ik heb een vlog van 2019 herbekeken, 2 jaar geleden, waar jij en Bea samen zouden stoppen met roken. Dit is niet gebeurd. Jij geeft veel te veel geld uit aan sigaretten, Dimi. Dat is niet goed, hé. Stoppen met roken is zeer moeilijk. Ik geef dat eerlijk toe. Maar we houden het nu wel tot bij beperken. Ik kom met een hele grote pakje sigaretten toch echt. Vandaag ga ik die kopen, dan kom ik daartoe tot en met vrijdag. Dus dat zijn toch wel 5 dagen dat ik met een XXL pak ga toekomen. Dan Liam, de Lego Blokjes fabriek vind ik een goed idee. Ja, dat is ook zeker een goed idee. Dus ik heb vroeger in Rollercoaster Friends gezeten en als die dan eens naar Denemarken terug gaan reizen, ga ik misschien hoogstwaarschijnlijk eens mee op de bus springen of al op de vliegtuig springen richting Denemarken. Oké, Vlaamse strijder. Dimi, je spreekt de naam van die vriend van mij verkeerd uit. Het is niet Icy Wallow Cum, maar Ice Wallow Cum. En de vriend van is volgende week jarig en die heet Nick Gurr. Oké, voilà. Charlie Fox. Dimi, kan je eens Freddy Fish spelen? Is Freddy Fish een gratis spel? We gaan in deze bekijken. Freddy Fish. Even kijken als dat free to play is. Nee, het is weer al niet free to play. Oftewel kost dat spelletje €6,99, oftewel €31,99, oftewel €92,99, alstublieft. Dan Erik Palmers. Als je rode ogen krijgt van zoveel achter je scherm te zitten, moet je minder achter je scherm zitten, Dimi. Dat is ook wel daarom dat ik ook geen job heb gekozen bij de informatica. Dus dat ik niet wereld dus zelfs op mijn thuis vertrekken heb richting bijvoorbeeld Eurosys. Die bestaat toch niet meer. Dus naar richting Eurosys moet gaan en daar de computers weer onder elkaar moeten steken. Dan weer al testen. Dan zit ik weer al achter het scherm. Nee. En daarom heb ik ook logistiek assistent gekozen voor bij de bejaarden te helpen. Dat ik niet altijd continu achter een computer moet zitten. Dimi, ik snap dat je Enzo Knol je idool is, maar je hoeft je niet integraal zo lange vlogjes te maken, vriend. Je probeert te veel op Enzo te lijken. Laat hem doen wat hij zelf wilt. Dankjewel, Sopaza.
En dan Erik Palmers vind ik ook. Dankjewel allebei voor mijn dikke, dikke, dikke steun te geven voor het tijd om te doen. Vlog 1090. Erik Palmers, waarom was je niet geaccepteerd bij The Voice? Je klinkt zo goed als je zingt. Daar ga ik nog maar eens binnenkort ook nog wel eens over hebben. Over waarom dat ik niet heb waarom dat ik niet ben geaccepteerd bij The Voice. Daar is ook nog een heel verhaal rond, maar die wil ik nog heel eventjes voor mij houden. Maar die breng ik ook naar de buitenwereld toe. Zeker de moeite waard om te abonneren op mijn kanaal. Dus hier onderaan. En dan blijven jullie ook sowieso op de hoogte als ik het ga vertellen van The Voice. Halfhand, 1.22. Waar heb jij Engels geleerd, Dimi? Maar eerst, I'm going to my job. Dus, dat betekent in het Vlaams, ik ga naar mijn job toe. Ah ja, dat ja. Ik heb dat van mijn eigen geleerd. En van bijvoorbeeld van ook van The Simpsons, die daar ook in het Engels praten. Halfhand, waarom is de video 9 door op het 11 lang? Bouw je tot de Taliban? Nee, dat is puur toeval. En bij wijze 9 door op het 12. Dan 1091. Daar zijn 12 reacties op gekomen. Oké, maar sommige zijn niet zichtbaar. 16.40. Als je dat elke dag os bij Dimit, dan gaan de vrouwtjes aan uw voordeur aanschuiven. Dat van Enzo Knol bedoelt hij dan. Halfhand, mooi gedichtje Dimit. Misschien moet je een carrière switch maken naar dichter worden. Juist, ik heb daar ook liefdesgedichtjes voorgelezen of vriendschapsverdichten. Dan Bonnie Crusher, goed bezig Liam. Doe eens een storytime. Dat ga ik ook zeker eens doen. Halfhand, zeg eens grabbelen naar mijn oudere video's ook terug toe. Eens kijken hoe ik dat vind. En al, want ik zit toch al over de 1090 video's toch al. Dus eens naar de oudere dingen eens gaan. Dat kan ook wel eens leuk zijn. Goed dat je zo een face shield hebt gekocht. Zo gaat de corona u nooit te pakken krijgen. Dat is wel waar. Bedankt voor de corona-update bij Dimi. Bij deze. Ik ga dat ook dan proberen zo goed mogelijk te houden. Dan Bonnie Crusher. Goed bezig. Dan Missen Rot Dot. En dan een hele lange tekst. Hey Timmy, omdat je je zo vergelijkt met Enzo Knol, dacht ik dat het oké was om een foto aan huis te vragen. Meer. Er was nog licht aan, maar je deed helaas niet open. Kan je duidelijk geven of zoiets mag? Want ik heb nu geen foto. Antwoord in de Q&A of een ene reactie. Groetjes, ik heb daar dan ook op gereageerd. Ik ben nog niet thuis geweest vandaag. Ik heb vergeten licht uit te doen, sorry. Ik was er gisteravond maar redelijk laat na de match van de Rode Duivels. Geen probleem, maar is dat bij deze dan uitgeklaard? Voilà. Dan gaan we naar dat spelletje van Geocacher, aflevering 1, De Wereld. Er zijn 6 reacties al gekomen. Maleisië ligt inderdaad in onze country, Dimitri. Nee, ik denk het niet. Timmy, zo werkt het spel toch niet? Ik heb klimmetje vastgespeeld. Timmy, zijn hersenen werken inderdaad niet. Dankjewel. Proficiat, ik wist niet dat het mogelijk was om een simpel spel dat zelfs een 2-jarig kind zou kunnen spelen, toch fout te kunnen spelen. En zelfs vals spelen. Standaard Timmy, het eitje dat 40 IQ bezit. Oké, dankjewel. Dan Elias V. Timmy, jij malle banaan. Zo werkt het spelletje niet. Nee, vals spelen. Oké. Ik heb het nu anders gedaan. Dus daar is ook nog een andere van België nu al online komen, aflevering 2. Dan gaan we door naar Flatout 2, aflevering 3. Nul reacties opgekomen. Daarna de vlog nummer 1092, 6 reacties opgekomen. Jo Klaas, mooie vlog. Halfhand, Timmy, je hebt die reiger weggejaagd door zo dicht te gaan. Dat is wel waar. Heb al naar de natuurpunt.be gebeld om dat te zeggen dat er een dierenbeul actief is. Oké, e-mails prof Hupot. Ik ga horen als zij naar mij toe bellen. E-mails prof Hupot, 8.13. Je hebt letterlijk de reiger weggejaagd wanneer het donker wordt. Weet je wat dat betekent? Dat hij zijn nest niet meer zal terugvinden. Tim, je bent een dierenbeul. Je hebt geen respect. Dislike, zegt Lucas. Ik wou gewoon de reiger filmen. Meer niet. Dan Niet hebben we zo. nog Geocacher aflevering 2. Daar staat één reactie al op. Yo, Timmy, heb je nu al coronen? Hopelijk is alles goed nu. Toi, 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 toi. Nee, ik heb geen coronen, maar toch blijf ik met mijn veiligheid houden. Ik ben dus weer al gisteren
gisteren, nee, eergisteren getest geweest op corona. Maar nu ga ik wel zo gezegd van vertrekken naar mijn werk toe, of anders kom ik veel te laat. Tot straks allemaal. Zo mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten van de Q&A. Ik heb me nu heel snel aandoen. Om dan te vertrekken naar mijn werk toe. Ja, ik heb een houdertje. Yay! Hoepa! Voilà. Dan kan ik ook mijn jas gaan aandoen. Zo, ja. Hoppa. Oké. En dan kan ik vertrekken naar mijn werk toe, want het is al 9:30. Dus een klein beetje opschieten. Dan komt alles wel weer in orde. Zal ik eens kijken als ik alles heb. Ja, ik heb alles. Tot straks allemaal. Yo, yo, yo. Want ik ben nu onderweg naar mijn wagen toe. Ik heb dit ook nog even schoon meenemen. Voilà. Dat is een mes voor te werken. Ja, ik werk. Hupsatree. Dan weer twee mesjes mee. En dan nog mijn lakens meenemen. Hoppatree. Komt op mijn handen meer te bovenuit. Ja, nee, moet ik wel jullie meenemen tot aan mijn wagen. Voilà. Zeg mensen, laat ook eens weten wat jullie ervan vinden van die geocacher. En welk land dat ik eens moet gaan. Want ik heb nu daar een jaarabonnement opgenomen. Dus ik kan verschillende landen nu ook weer al spelen voor jullie. We gaan te zoeken en al. Ik kan ook de wereld verkennen. Ik kan Amerika verkennen. Ik kan India verkennen. Noem maar op. Het is een heel leuk spelletje. En dan snap ik waarom dat ze mijn appartement heel snel vinden. Ja, Google Maps, hè. Google Street View. Alles moet tegenwoordig op internet liggen, hè. Alles, alles, alles. Maar ik ga jullie nu laten. Ik ben met mijn mensen auto. Hier bij de... Hoe noemt dat hier weer al? Ava of Uva winkel. Hier op de Heckenholder Single heb ik een nieuwe kabel moeten kopen voor mijn gsm ofwel voor mijn tablet. Ik had nu nog maar één kabel, dus nu ligt het gewoon thuis mijn tablet op te laden. Toen kon ik dus deze heb ik niet kunnen insteken in mijn auto of zo. Dus ja, dan heb ik dit maar even opnieuw gekocht. Maar zei van een andere kabel bij had, ik heb daar nog garantie op. Dan gaan we dat eens bezien, hè. Heb ik die bij of heb ik die niet bij? En ik heb hem niet bij. Doe me toch. Jammer. Jammer. Dus ik ga deze subiet insteken hier in mijn auto. Dan kan mijn gsm weer al wat even opladen. Nee. Ik had een melding. ja. Dus. Wat wil ik nu wel zeggen? Ik ga die subiet insteken. Ik ben het kwijt. Ik ga nu eerst even langs de bank. En dan ga ik door naar mijn schatje toe. Dan zal het wel al richting 5 uur zijn. 5:30. En dan kan ik bij haar eten, want ik heb het ook het eten bij. En dan kan ik dat daar nog even verder, ook nog even mijn gsm insteken en opladen. Dan kan ik ook weer al te groeien aan mijn vlogbestanden. Dan kan ik het ook terug weer op te groeien renderen. Ik zal het zo zeggen. Dus in elkaar steken en dan dat het filmpje wordt opgeslagen. Maar het probleem is, feed it. Ah, feed it. Okay. Feed it. Wat houdt feed it eigenlijk in het Nederlands? Wat daar te trekken of wat? Ah.
zeker. Voor het te voelen. Voel het. Feed it. Voel het. Oké, okay, dus ik ga die uitpakken, ik ga die insteken en dan ga ik naar de bank toe. Bla, bla. Wat heb ik dan ook nog gedaan in Globachem? Ik heb gewoon daar zakken op de band moeten gooien. En dan ook nog een sticker in. Daarna werd ik ook gevraagd om naar een andere band te gaan, omdat daar een opdracht is die heel dringend af moest. Dat is dan ook nog gelukt, ook nog. En daarna werd ik verschoven naar de grote machine om daar ook weer te gaan te ontstickeren. Ik ga even mijn mondmasker afdoen. Te ontstickeren. En dan ja, was het tijd om terug door te gaan. Maar het is wel een klein beetje verwarrend. Oh. Dat is wel een klein beetje verwarrend dat daar de klok nog altijd op winteruur staat. Dus ik dacht van, allee man, de tijd gaat toch niet door? En in één keer, ja, jullie mogen doorgaan naar huis. Hè? Dat is toch ook... Ah ja, tjus, die staat nog op winteruur. Dus ja, dus, als je nog ergens een klok hebt staan die op winteruur staat, dus vergist u alstublieft niet met het uur. Maar nu ga ik wel echt door, of anders kom ik zelfs nog te laat bij mijn schatje en dan is ze niet content. Zo, tot straks. Mensen, ik ga jullie een leuke timeslapje nog geven voor vandaag. Jawel, ik sta hier bij een leuke carwash. En natuurlijk, na 20, geef het hier nu maar eens een beurt omhoog van... Ja, het is lente. Ik ga mijn camera ginder zetten. En ik zal zeggen... Geniet maar van de beelden. Mijn boeleke is weer al heel proper. Jawel. Toch langs buiten al. Nu nog binnenkort langs binnen. Ik ben er echt heel fier op. Echt toppie. Nu nog even iemand naar huis brengen. En dan ga ik de vlog al in de kamer steken. En dan hoogstwaarschijnlijk ga ik ook al slapen. En ik ben redelijk moe. Dus dan zie ik jullie allemaal straks terug. Oké, mensen, ik ben officieel ZOT, zot. Ik ga nu vertrekken en dan... ga ik de vlog echt in elkaar steken, man. Het komt niet meer goed bij mij, want het is... het komt echt niet meer goed bij mij. Hé, schatje? Ja. Ik ga nog één keer nog iets duidelijk maken aan jullie kijkers. Jullie zullen haar niet zien. Voorlopig nog niet. Kan zijn ooit terug in de toekomst, als zij er terug klaar voor is. Maar ze is wel terug klaar voor gewoon nog altijd haar stem te is, wat is te laten horen. Klopt, hè? Soms. Waarom maar soms? Ik wil er niet meer info in geven voor de kijkers. Sorry. Dat is van mij. Oké, het is gehoord. Het is geen commentaar. Zo gelijk als ze ergens een interview afleggen, hè, schat? Ja. En schat, hoe is uw dag geweest? Geen commentaar. Oh, maar ze is wel heel vrolijk. Dan mag je wel nog iets zeggen erop. Je zit toch terug en wat vrolijk bij mij, hè? Soms. En soms ook niet, hè? En hoe voelt je je nu bij mij? Goed. Oké.
Hebben jullie dat gehoord, hè? Dus mijn relatie is stabiel. Want dat wordt heel vaak gevraagd. Is uw relatie stabiel? Ik word daar zot van! Mag ik dat toch zeggen, hè? Ja, ik word er een klein beetje zot van. Dat telkens keer opnieuw en 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 opnieuw gepost wordt van, is uw relatie stabiel? Ja. Oh, schat. Hoe kun je zo vergissen? Ja, geef me maar slaag. Nee, dus... Dat kan ik niet. Nee, dus de relatie is stabiel, maar stop eens met dat alsjeblieft altijd te vragen. Geef gewoon nog wat andere vragen, bijvoorbeeld, hoe is uw dag geweest? Of... hoe is het op het werk geweest? Wat heb je daar gedaan? Ik zeg dat wel nu wel elke keer wat ik wel gedaan heb, maar stel zo wat vragen. Voilà. Maar nu ga ik echt vertrekken. Salukes. Zo, ik ben wel gedoucht en al. Het is weer al een andere dag en ik merk het. Ik ben mijn vlog in elkaar aan het steken dat ik mijn outro ben vergeten. Alhoewel bij deze. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om mijn belletje te drukken om de video op te horen van het. Wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. Dan kan je één ding zeggen. Ja, ik ben nog moe, want ik heb heel slecht geslapen. Nee, ik wil het niet uitwerken op jullie, dus daarbij ga ik het nu ook afronden. Dus ik zie jullie allemaal straks terug op een nieuwe vlog. Maar ik kan nu de vlog verder in elkaar steken. Ciao, ciao.